Nou, we gaan sommigen misschien een opluchting naar de Paulus toe. Paulus, hebben wij rijke zonnen? Nee. Dus, Galaten 2. En we hebben vorige keer in vers 7, 6, 7 en 8 hebben we het over gehad. En daar wil ik nog een aantal dingen over zeggen. En laten we eerst even lezen, vers 7, Galaten 2, vers 7. Maar daarentegen, toen zij zagen dat mij het evangelie der voorheid toebetrouwd was, gelijk Petrus dat der besnijdenis. Want die in Petrus krachtiglijk vrocht tot het apostelschap en besnijdenis, die vrocht ook krachtiglijk in mij onder de heidenen. En als Jacobus en Kefas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, hetwelk zelve ik ook benaastigd heb te doen. Laten we eerst openen. Vader, ik wil u danken. Vader, zijn dankbaar, Vader, dat we uw woord hebben. En, we begrijpen niet altijd alles in één keer, maar daarom hebben we ook uw geest nodig. En ook in dit belangrijke hoofdstuk, Vader, want het is niet zo dat men in de kerken niet, of gemeentes niet over Paulus zou praten, maar Vader, maar juist hier zien wij dat Paulus heeft een unieke bediening en dat Petrus ook erkend is. Vader, dat weten wij en ik bid ook dat we daar weer meer van mogen gaan leren, want dat is ook wat ons beklijft, wat ons ook de kracht en de blijdschap geeft, de verlichting, Vader, als we hem volgen in wat hij in zijn brief heeft opgeschreven onder leiding van u, Vader. En daarom danken wij u daarvoor in Christus naam. Amen. Nou, vorige keer de evangelie der besnijdenis. Evangelie van de voorruit. Ja, we hebben een aantal teksten over gezien. Uiteindelijk is natuurlijk de redding altijd, of je nou in de bedelende genade leeft, de voor of de na, is altijd in Christus. Ja? Als je zit toch in de gelaten, maar als je kijkt in gelaten, even kijken, 3 vers, ja, vers 7, 16 en 17. Nu, zo zijn de beloften is tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en den zaden als van velen, maar als van één. En uw zaad. En dan komt uitleg. Het welke is Christus. Dat zegt, zie je niet in het Oude Testament. Paulus zegt, het welke is Christus. Ja. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die kwam daarna, niet krachteloos gemaakt. Maar het verbond, ja, met Abraham, ja, dat iedereen zal gezegend worden in u, in uw zaad. Dat wil zeggen, natuurlijk, een afkomst, maar het zaad van Abraham is natuurlijk Abraham. En daarom, wij, heeft God het ook besloten, met Abraham in onbesneden staat, maar het zaad, waardoor wij gered worden, in de bedenende genade, maar ook buiten de bedenende genade, voor iedereen is altijd, tot op Christus staat, in Christus. Daar zit wel de redding. Te alle tijden. En niet anders. En daarom heeft hij Abraham als voorbeeld hier ook geschreven. Daar gaan we een andere keer nog over hebben. Dat hij natuurlijk niet fysiek alleen de vader is van Israël. Dan moet je ook gelovig zijn. Maar ook in deze bedenkende genade dat wij zijn kinderen zijn. Ja, want je kijkt ook aan het eind van hoofdstuk 3. Indien gij van Christus zijt. Okay, zo zijt gij dan Abraham staat. En naar de belofte is erfgenamen. Erfgenamen van een eeuwig leven in de hemel. Dat is het nu. En Abraham wist dat natuurlijk niet. Maar wij zijn ook kinderen van Abraham. Abraham geloofde God op zijn woord. Ja, en toen werd hij gerechtvaardigd en kreeg hij eeuwig leven toegerekend. Nou. En dan als wij nu kijken. In vers 7, ik heb vorige keer al over gehad, dat toen zij zagen dat mij het evangelie der vooruit toebetrouwd was. Nou, ik heb daar al iets over gezegd, maar even, dit is een verslag van Handelingen 15, ja. Vorige keer hebben we even laten zien, wat is het evangelie van de besnijdenis? Wat is het evangelie van de vooruit, ja. Wij zijn nu allemaal in zonde besloten en er is nu het evangelie van de verzoening, dat mensen verzoend worden, ja. Maar kijk, Petrus, Jacobus, Johannes. Paulus heeft tegen hun gesproken. Daarom moeten we dit altijd in Handelingen 15 samen nemen.
Op dat moment hebben zij het gezien. Nou, ga met me mee naar Handelingen 15. Dat moet je, wil ik toch even met jullie nader bestuderen. Toen zij zagen, ze zagen het omdat ze hoorden het. Geloof is door het horen en het horen door het woord van God. Je hoort het, hè? Paulus zegt in Efeze 1, vers 13 ook, 13 en 14, ja. Dat in welke gij ook zijn, nadat gij het woord de waarheid gehoord hebt. Ja? En dan zegt hij, neem het woord, en nadat gij geloofd hebt. Ja? Hun ook, ze hebben iets gehoord. En op basis daarvan kwamen ze tot de overtuiging en zeggen, hé, dat is het. En dan komen ze tot die erkenning van Paulus. Daar gaan we achter staan. We gaan achter Paulus staan, ja? Zo was het. Nou, en dan zie jij, dus ze zagen het. Nou, wat gebeurde er dan? Nou, kijk in Handelingen 15. We weten, Paulus gaat naar Jeruzalem vanwege het feit dat er werd gezegd in Antiochië, je moet besneden worden, anders kan je niet zalig worden. En als je eenmaal in Jeruzalem is, dan zie jij dat zij in vers 4, Handelingen 15 vers 4, en te Jeruzalem gekomen zijn, daar werden zij ontvangen van, kijk, de gemeente die daar zit, de apostelen, en de ouderlingen. En zij verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. Onder de heidenen. Nou, in vers. En in vers 5. Maar zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van de secte der fariseeën die gelovig zijn geworden, zeggen dat men hen moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Dus, nou, dat zou nu zijn dopen en, ja, de 10 geboden. Dat is nog steeds zo. In het lichaam van Christus wordt dat vaak verteld. Maar kijk in vers 6. En de apostelen en de ouderlingen vergaderden samen om op deze zaak te letten. Hier zie je dus de apostelen en de ouderlingen even. Die komen even apart. Gaan erover vergaderen. Op basis wat daarover gezegd wordt. En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen, mannen, broeders, gij weet dat God van overlange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Dat is apart wat hier staat. Een lange tijd geleden heeft God mij uitgekozen dat de heidenen door mijn mond, de heidenen hebben dus van Petrus gehoord. Dat is raar. Ik zie allemaal verbazing. Ja. En dan het evangelie. Nou, we weten wat voor evangelie, maar sowieso de heidenen door, dat zie ik hier staan, mijn mond. Niet onze monden, van de 12 apostelen. Dus hij maakt gelijk onderscheid, wat? God heeft mij uitgekozen dat ze heidenen het uit mijn mond zouden horen. Niet allemaal, de apostelen. Nee, uit mijn. En dat is een lange tijd geleden. Nou, wij weten, Petrus die herinnert zich iets. En dan gaan we naar Handelingen 10. En dat is voor hem, God, zie je, God, die heeft dat natuurlijk niet. Dat is allemaal de wijsheid van God, ja? Dat is namelijk voor Petrus de overtuiging dat hij denkt, hé, toen begreep ik het niet, maar nou snap ik het. Dit is ten tijde van de bekering van Paulus, hè? Kijk, in Handelingen 10. Ik geloof zelf dat nou, ja, het kan misschien ten tijde van de bekering, of net daarna, of net tevoren. Het wil niet altijd zeggen dat handelingen, ja, je zou het handelingen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chronologisch, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Kijk, in de Openbaring zie je soms ook een gebeurtenis. En even verder, even later, dan spreekt hij over daar, en later gaat hij weer een stukje terugpraten. In Handelingen 10 weten we Cornelius. En als we in Handelingen 9 lezen, dan zien we dat in vers 32, zie je dat Petrus alom doortrok. En dat staat weer naar het stukje dat Paulus in Jeruzalem was. Maar als je kijkt in hoofdstuk, waar staat in hoofdstuk 8, ja, dan zie je dat de gemeente werd verstrooid. Handeling 8 vers 1, zie je, door alle landen, behalve de apostelen. Ja, die bleven daar. Dat zie je in Handeling 8 vers 1 staan. Dat is de vervolging. Toen was Paulus niet gered. Daarna lees je Handelingen 9, komt Paulus tot bekering. Die verstrooiing is nog, ze zijn gevlucht. Paulus is 3 jaar weg en dan komt hij terug in Jeruzalem.
Maar ten tijde ook daarvan is ook, zie je in Handelingen 9, zie je dat het geschiedde toen Petrus, vers 32, doortrok. Dus hij trok toen door. En zie je dat Dorcas wordt opgewekt. En in vers 43 zie je dat hij te Joppe blijft. En dan zie je dat twee hoofdstukken over Cornelius. Ja? En als Cornelius afgelopen is in vers, in hoofdstuk 11, vers 18, dan zie je, dan gaat eigenlijk vers 19 door op waar we in Handelingen 8 lazen dat ze verstrooid waren. Kijk, degene nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was. Zie je? Dan gaat hij eigenlijk door waar in Handelingen 8 gebleven is. En dan zie je wat daar gebeurt in Antiochië. Nou, fijn. Met andere woorden, God laat door een visioen verschijnt hij aan Petrus. En Petrus zegt over lange tijd. Nou, we kunnen dat natuurlijk niet allemaal gaan lezen, hoofdstuk 10 en 11, dat wordt veel te veel. Ik ga ervan uit dat jullie ook wel weten wat daar staat, maar je weet allemaal dat laken wat naar beneden komt in vers 14. Er komt een laken naar beneden met allemaal in vers 12 viervoetige dieren, de aarde, wilde en kruipende dieren, de vogelen des hemels. En er geschiedde een stem, vers 12 en 13, bladzijde 1203. Sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zeide, geen zins, heren, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen of onrein was. Gemeen betekent onheilig. En een stem geschiedde wederom ten tweede malen tot hem, hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En dat is iets opvallends. Ten eerste moet hij iets eten wat onrein is. En ten tweede zegt God wat God gereinigd heeft. Dus het is al zo. Op dat moment. Als dat aan Petrus geschiet. Petrus snapt dat natuurlijk nog niet. Ja? Want hij wil ook volgens de wet. Ja, dat ga ik niet eten. Dat mag niet. Doe ik niet. Petrus was een gelovige man. Hij was niet ongehoorzaam. En dan zie je in vers 16 geschiedde drie maal. En in vers 17 dan zie je. En als dat Petrus in zichzelf twijfelde wat toch het gezicht mocht zijn. Tot hij gezien had, is hij duidelijk dat hij niet begrijpt. En ook niet dat het hem ook denkt, hey, gereinigd heeft en dat ik dat moet eten. En hij snapt het niet. Ja? Nou, we slaan even over, want dan zie je ook, er komen mannen en die zeggen, je moet naar Cornelius gaan. Nou, en dan gaan we een heel stuk overslaan. Dan gaan we naar vers 20 en 21. Nou, een heel stuk, dat is niet waar. En dan zegt de Heilige Geest tegen Petrus, in vers 20, daarom sta op, ga af en reis met hem, met die mannen die hem ook komen halen, niet twijfelende, want ik heb hen gezonden. Zie, de Heilige Geest heeft die mannen gezonden vanuit Cornelius en daar moet hij heen. En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren. Zie, Cornelius had die mannen naar hun gestuurd. Want dat had hij gehoord dat hij die mannen naar Petrus moest sturen. En zeide, zie, ik ben het die gij zoekt. Wat is de oorzaak waarom gij hier zijt? Zie, Petrus weet nog steeds ook niet waarom zij daar zijn. En waarom hij naar Cornelius moet. En zij zeiden, Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man en vrezende God, en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel, dat hij u zou ontbieden te zijn huizen, dat hij van uw woorden der zaligheid zou horen. Dat is wat er bij Petrus allemaal gebeurt. Dus ja, nou ja, wat doet hij? Hij gaat. Ja? Nou, en dan zie je in vers 29, daar een stukje over. Als hij aankomt, ik zeg het even in mijn eigen woorden, staan ze op hem te wachten. En dan zegt hij in vers 28, en hij zeide tot hem, gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen om te gaan tot een vreemde. Door God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen om bode zijnde. Zo vraag ik dan om wat reden gij lieden mij hebt ontboden. God heeft hem getoond dat hij geen mens zou gemeen of onrein heten. Nou, daarom gaat hij. Maar ja, waarom moet ik hier nu komen? Ik snap het nog steeds niet, ja? Nou, en dan gaan we even door naar vers 36. Dit is het woord dat hij gezonden heeft, kinderen Israëls. Wat gaat hij tegen Cornelius vertellen?
aan de kinderen Israëls. Dat heeft God vertoond. Zie je, hij spreekt hier tegen de heiden wat God tegen de kinderen Israëls gesproken heeft. Peter, weet u beter. Verkondigen de vrede door Jezus Christus, deze is een Heere van allen. En dan geeft hij geschiedenis een verslag over de Heer Jezus Christus die daar in Israël rondgelopen heeft. Ja? En wat hij gedaan heeft en dat hij gekruisigd is en dat is opgestaan. Ja, en dan in vers 42, dat Christus heeft aan ons, ja, de apostelen, geboden de volken te prediken. Dus het volk, dat is enkelvoud, ja, het volk Israël, ja, want hij heeft tegen de kinderen Israëls, ja, heeft Christus gesproken, daarvoor kwam hij ook, dat weet Petrus, weet niet beter. Ja, en heeft aan hun geboden het volk Israël te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God geordineerd is tot een rechter van leven en doden. Deze geven getuigenis al de profeten dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. En als Petrus op deze woorden sprak, ja, dus hij zegt de profeten getuigen dat ieder die gelooft in die Christus, die Messias van het volk Israël, dat Israël, want Christus, wat kwam die? Hij kwam als de zaligmaker van het volk Israël. Hij kwam om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Zo zit Petrus in zijn hoofd, hè? Dat lees je in Matthäus. Hij kwam om zijn volk Israël zalig te maken van hun zonde. En dat bedoelt hij hier ook. Dus ieder van de kinderen Israëls, uit vers 36, die kinderen Israëls, ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde zal ontvangen door zijn naam. Nou, dan zie je in Handelingen 2 ook. Dan zegt hij, ze hebben me gekruisigd. Maar als ze zich bekeren en laten dopen tot vergeving de zonde. Dus als zij geloven, nou, dan luisteren ze naar Peter. Ja, dat is de Messias Israëls. Die hebben eigenlijk gekruisigd doen. Wij bekeren ons, we laten ons dopen en ontvangen de Heilige Geest. We laten ons dopen tot vergeving de zonde. Dus ja, de vergeving de zonde krijgen ze ook. Alleen in Handelingen 2 vers 38... krijgt Petrus niet de kans om dat te zeggen. Want op dat moment, als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Op wie zijn dat? Van heidenen. Ja? Want Petrus heeft de Heilige Geest ontvangen. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, gelovigen, Petrus had gelovige Joden bij zich, dat waren gelovigen, die hebben ook de Heilige Geest ontvangen. Maar hoe hebben zij de Heilige Geest ontvangen? Op basis van Handelingen 2. Nou, hou je vinger hierbij. Handelingen 2 vers 38. Ja? Ik kan het wel hardop citeren uit mijn hoofd. Maar toch, kijk. Petrus, ja? Heeft het volk Israël beschuldigd juist. Diezelfde Petrus staat nou voor de heiden. In vers 36. Zo weet hij dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Die Jezus die jullie gekruisigd hebt, is de Messias van het volk Israël. En hij is een Heere, hij is de Zoon van God. Die jullie gekruisigd hebben. Dat is een beschuldiging. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Dus hij beschuldigt Israël van de moord van de Messias. Dat is niet voor ons. En toen zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Nou, geloof in de Heer Jezus Christus, dat hij stierf voor je zonde, is opgestaan en gij zult zalig. Dat staat er niet, hè? Nee, want hij was tot de kinderen Israëls gezonden. Ze hebben de Messias gekruisigd en daarom zegt hij, daar had Jaap het net over, even in de pauze, dat ene jaar van uitstel nog, dat ze nog de kans krijgen om zich te bekeren. Wat de Heer Jezus Christus in Lucas 13 zei. Bekeert u en een iegelijk van u, kijk, dat is de voorwaarde, een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving der zonde en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Ze krijgen natuurlijk vergeven van zonde natuurlijk door innerlijk te geloven met hun hart. Maar een Israëliet werd dan gedoopt. Want dat is een priestervolk. Ja, symbolische afwassing van zonde. Dus de vergeving van zonde zit natuurlijk niet echt in dat water. Maar ze moesten zich wel laten dopen. En dan zie je, kreeg de vergeving, dat was een teken van geloof, liet je dopen en dan kreeg je ook die vergeving van zonde natuurlijk. En dan, daarna, de gaven van de Heilige Geest. Dus als we terug naar Handelingen 10 gaan, dan zien wij, dat had Petrus moeten zeggen. Hij heeft een beginnetje gemaakt, maar hij kan het niet afmaken.
En dat is de geweldige voorzienigheid van God. Heel duidelijk heeft hij dat zo geregisseerd. Omdat Petrus nu bij Paulus dit herinnert. Waarom moest ik naar de heiden? Dit gebeurde. En ik verkondigde, ik wil nog verder, want ik praat over de kinderen Israëls die dan vergeven zonde zouden krijgen. En dan zie ik dat de Joden, de heidenen, de Heilige Geest viel op allen die het woord hoorden. En dat waren, ze hadden niet voor niks geroepen. Zij zochten God. Zij wilden geloven worden. Wat moeten wij geloven? Om gered te worden bij heidenen. Cornelius. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als ze met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des Heilige Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Zie je, dat is een verbazing dat de heidenen daar de Heilige Geest ontvangen. En hoe wisten ze dat? Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Dus ze ontzetten zich, maar het staat niet, ze begrepen het. De ontzetting was groot. Want het was niet waar de Heer Jezus Christus over gesproken had met Petrus. Eerst Israël, Judea, Samaria en dan de heidenen. En dan zegt Petrus in vers 47, kan ook iemand het water leren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij, zie je wie hier nummer 1 staat, wij, Israël, en wij hebben het ontvangen. En nu heeft die heiden het net als wij ook ontvangen. Ja, dan snappen doe ik het niet. Maar ik weet één ding, dat je dan wel gedoopt moet worden. Wij weten, straks in de grote Israël in het Koninkrijk, de grote opdracht in Matthäus 28, zie je, wat moet Israël dan doen? Gaan ze aan de heiden doen? Ze gaan prediken wat Christus heeft verkondigd. Jullie zijn zondaars, de wet kan je niet houden. En dan gaan ze de heiden dopen. Maar dat was nu absoluut nog niet aan de orde. En Daan begrijpt het ook niet. En dan zie je haar geval dat zij zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Ja, dat is een hele opmerkelijke gebeurtenis als je dit leest. En als je kijkt, hoofdstuk 11, dan gaat hij terug. En dan zeggen ze in vers 2. Toen Petrus opgegaan was naar Jeruzalem, twistte tegen hem degene die uit de besnijdenis waren. Zeggende, gij zijt ingaat tot mannen die de vooruit hebben en hebt met hen gegeten. Je mocht niet eens als een jood naar binnen bij een heiden. En dan gaat Petrus weer vertellen en uitleggen. Met andere woorden, hij gaat zich rechtvaardigen waarom hij dat gedaan heeft. Maar ook zegt hij daarmee, ja, ik begrijp het zelf ook niet. Maar ik heb het wel gedaan omdat God mij heeft bevolen om het te doen. Maar vraag me niet waarom. Ja, dat gaan we niet helemaal lezen. Maar kijk, als je in vers 11, vers 15, dan zegt hij het. In vers 14 zegt hij dus, die woorden zal door welke gij zal zalig worden, al in huis. Dat zegt de Cornelius. En toen ik begon te spreken, dus dat is duidelijk, hij was nog aan het praten en God, het staat heel duidelijk, viel de Heilige Geest op hen gelijk, ook op ons in het begin. En ik werd gedachtig aan het woord des Heeren, hoe hij zeide, Johannes doopte wel met water, maar gij zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Maar in ieder geval, indien dan God hun even gelijke gaven gegeven heeft als ook ons, niet elke keer zie je staan, de heiden hebben nu gekregen wat wij ook hebben, dus wij zijn de maatstaf eigenlijk, wij zijn het, en die heiden krijgen nu ook. De Heer Jezus geloofd hebben, wie was ik toch die God kon leren? Dus hij zag, het is van God. Dus hoe kan ik hem weerstaan? Dus ik doe gewoon wat ik denk dat ik had moeten doen. Ik doop ze in het water. Nou, en dan zie je, ze zijn wel blij. En zo heeft dan God ook de heiligen ter bekering gegeven en leven. Ze weten, ja, er is natuurlijk wel het een en ander. Maar ze snappen het niet. Het is niet conform het profeetsprogramma. Het is niet wat de Heer Jezus, denk aan Petrus, hè? De Heer Jezus hij is met de Heer Jezus Christus opgestaan. Hij heeft alleen maar gehoord, opgetrokken. Hij heeft alleen maar gehoord, ik ben tot de verloren schaaf van het Israël, huis Israël gekomen. Hij is nooit naar de heiden gegaan. Twee keer heeft hij heiden gesproken, de Heer Jezus. Hij is daarna gekruisigd, hij is opgestaan. Daarna hebben ze 40 dagen is hij aan hun verschenen, heeft hij verteld allemaal over dingen over die over het Koninkrijk Gods aangaan betreffende het volk Israël.
Met Handelingen 2 heeft hij tot het huis Israëls gesproken. Hij heeft de Heilige Geest ontvangen. Hij begrijpt nu hoe het zit. En hij gaat vertellen, dit is het. Koninkrijk gaat komen. Israël wordt gered, wordt behouden uit dit verkeerd geslacht. En opeens wordt hij naar de heilige gestuurd. Dat kan helemaal niet. Nou, dus terug naar Handelingen 15. Dus, en kijk, nu zie je wat er in Peters hoofd omgaat. Hij hoort van Paulus wat daar gebeurt, bij de heidenen. En ik denk, hé, ik ben één keer bij een heiden geweest. Verder is dat niet meer, hè? Dat weet hij. Bij de Cornelius, daarna niet meer. Maar dan hoort hij wel van Paulus, dat hij dus overal bij de heiden het evangelie aan het verkondigen is. En dan denkt hij, hé, en dan zegt hij in vers 7 daarom ook, hij staat op. Ja, mannen, broeders, gij weet dat God van overlange tijd onder ons, mij, verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En daarmee zegt hij niet, want dit was even de verbazing, hè? Inderdaad, Peter en de heiden, hoe kan dat? Maar er staat niet bij dat Peter dus het evangelie verkondigde wat aan de heidenen wat Paulus verkondigde. Dat staat er niet, dat heeft hij ook niet gedaan. Maar God heeft heel bewust gerealiseerd dat hij werd onderbroken, dat hij een Heilige Geest ontvangt. En dan ziet hij door Paulus, hé, dit heeft te maken dat de rol van Israël, er is iets veranderd. Ik heb het niet begrepen, maar nu begrijp ik het. En waarom heeft God Petrus uitverkoren? Ja, door zijn mond. Waarom is Petrus gestuurd naar Cornelius? Nou, hij was de leider van de apostel. En dit staat natuurlijk niet voor niks onder dwaalleraars. Kijk, als die Petrus dus Paulus nu gaat ondersteunen. Hebben de dwaalleraars, ik heb het al vaker gezegd, hebben totaal geen grond meer. Dus iedereen die nu ook op ons afkomt, ja, Petrus dit en dat. Moet je dit laten zien. En God erkende de harten, heeft hun getuigenis gegeven. Hun gevende de Heilige Geest gelijk ook als ons. Hier zie je nog weer staan, hier, gelijk ook aan ons. Dus je ziet hier eigenlijk gebeuren, tot en met vers 11. Wat wij in Galaten 2 lezen, dat toen zij zagen dat aan Paulus het evangelie van de voorheid toebetrouwd was. Hier zie je het gebeuren. Hier zie je dat Paulus, dat Petrus gaat het nu zien. Maar daar heeft hij wel die gebeurtenis voor nodig. Die heeft God daarom ook geregisseerd. Zodat hij daardoor gaat zien. Hij heeft het namelijk zelf meegemaakt. Anders had het alleen van Paulus zou moeten geloven. Maar hij heeft het zelf ervaren en in het eigen ogen aanschouwd. Dat God duidelijk afweek van het profetisch programma. En daardoor werd hij nu daardoor overtuigd. Door Paulus. En die gebeurtenis. En heeft kijken. Wat zie je Petrus nu zeggen? Zie je dat hij het nu ziet? Hij en heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Waar moet je dan denken als je die tekst leest? Ja. He? Heeft geen onderscheid. Wat staat hier in Romeinen 3? Romeinen 3 vers 22. Namelijk de rechtvaardigheid Gods. Dat is wat Paulus verkondigt. En dat is uniek dat de apostel Petrus dat zegt. Want Petrus wist niet beter. Denk aan dat laken dat er was onderscheid. Hij mocht niet eens naar binnen. Hij mocht eigenlijk niet met ze eten. En God zegt, jij gaat naar binnen, je gaat met ze eten en je gaat hun... En wat zegt Paulus in 3 vers 22? Namelijk rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. En dat is absoluut uniek dat wij in deze tijd leven. Dat is het evangelie. Maar voor een Jood ondenkbaar dat hij zal zeggen, en Petrus dat hij in Handelingen 2 zou gezegd hebben, er is geen onderscheid. Ondenkbaar. En hij begrijpt het nu. Hij zegt het nu ook. Zie het in Handelingen 15? Hij ziet het nu. En hij zegt het zelfs. Hij zegt, heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun hart door het geloof. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Maar wij geloven door de genade des Heere Jezus Christus zalig te worden
op zulke wijze als zo als ook zij. En nu zie je de ommekeer. Voorheen was elke keer, kijk de heiden hebben ook de Heilige Geest ontvangen zoals ook wij. Hij zegt elke keer, zij hebben nu ook zoals wij. Maar nu zie je een totale verandering bij Petrus, omdat hij ziet het. Nu zie je, door de Geest krijgt hij verlichting, dat Petrus nu zegt, er is geen onderscheid. Hun harten zijn gereinigd door het geloof. En de wet is een juk. Maar dan vooral in vers 11, dat hij zegt nu, niet Petrus hoor, maar wij geloven door de genade des Heer Jezus Christus. Spreekt natuurlijk over de genade van de bedeling der genade. Een totale verandering. Zalig te worden op zulke wijze als ook zijn. Dus hij zegt hem heel duidelijk dat de Jood wordt nu zalig zoals de heiden. En daarvoor zag ik constant andersom. Het was de heiden wordt net zoals wij. Maar nu zegt hij nee, de Jood moet worden net zoals zij. Een complete verandering. En dat is niet zo dat Petrus, want Petrus zit echt niet in het lichaam van Christus hoor. En Jacobus, Johannes, die apostelen en de kleine kudde ook niet. Maar hij zegt daarmee van dat nu, ja, de Jood nu in de bedeling der genade wordt zalig op dezelfde wijze als de heiden. Hier zie je mee dat Israël is volledig niet meer, is totaal niet meer op de eerste plaats. Compleet veranderd. Er is geen onderscheid. En de Jood moet nu zalig worden zoals de heiden. Want de zaligheid is nu maar bij de heiden, niet meer bij de Jood. Nou, dat is een onvoorstelbare ommekeer die wij daar bij de apostel Petrus zien. Dus je ziet, hij zag het en hij was overtuigd. En dan komen we verder in vers 12. En al de menigte zweeg stil en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heiden gedaan had. Hier zie je weer dat ze in de menigte zitten. Ik geloof zelf dus in vers 6 dat ze met elkaar zaten, hebben ze vergaderd en daar staat Petrus op. Met de Jacobus en die daar zitten, de ouderlingen. En dan zie je hier in vers 12, dus hij herkent in feite daar Paulus nu wat hij zegt. En nu zijn ze weer in de menigte. Ik zelf denk, Galaten 2 vers 9, als ze hem de rechterhand de gemeenschap geven, dat dus gebeurd is daar. Dat zij met elkaar vergaderen om op deze zaak te letten. En dat ze Paulus daar hebben herkend. Achter. Dus dat is wat Paulus dan beschrijft, zie je hier niet staan. Maar je ziet hier wel in de woorden van Petrus, dat hij heeft het gezien en hij herkent hem ook niet. Heel duidelijk, want nu spreken ze tot de gemeente. Paulus die gaat het verhaal nog doen en ze staan achter Paulus. Want je ziet ook nu gelijk, vers 12 zie je dus die tekenen en wonderen die God door hen onder de heiden gedaan had. En dan zie je vers 13, nadat deze zwegen, dat zijn Barnabas en Paulus, antwoordde Jacobus. En dan spreekt gaat Jacobus opstaan. En Petrus heeft dus in feite bekend, erkend, bevestigd Paulus. He, hij is overtuigd door die gebeurtenis en het is duidelijk, hij ziet het. En Jacobus, die haalt Petrus weer aan, waardoor hij weer ook overtuigd is. Ook door Paulus natuurlijk wel, maar hij spreekt over Simeon. Hij spreekt over Petrus. Petrus is wel de nummer 1 apostel, ja? En als hij dat zegt en herkent, Jacobus ziet het ook nu. Want hij zegt, Simeon heeft verhaald, en jullie weten Simeon, hij wordt hier niet eens meer Petrus genoemd, dat betekent dat zijn rol al dus al, ja, het is altijd Petrus, en Simeon. Dan zien wij, maar goed, Petrus' rol is, dat is duidelijk, die zal, en Petrus beseft dat. En Jacobus ook. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. Om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dus wat zegt hier? Ook heel bijzonder, hè? Wie was nou de eerste die de heidenen heeft bezocht? Wie was nou de eerste die naar de heidenen ging? Dan zouden ze zeggen Paulus, toch? Daarom, handelingen 10, hè? Cornelius. Dat geloof ik, ja? Dat Paulus was niet de eerste die de heiden bezocht. Dus Petrus geweest. Cornelius. En dat heeft voor God waarschijnlijk heeft hij zo geregisseerd. En dat Petrus heeft sowieso eerst de heiden bezocht. Staat hier. Heeft God, hoe God
eerst de heidenen heeft bezocht. Als je kijkt naar de Handelingen 9, zie je Paulus komt op bekering. Hij is in Damascus. Je leest, en daarna komt hij in Jeruzalem. Je leest eigenlijk alleen maar dat hij naar de Joden gaat, naar de synagogen. Ga maar lezen in Handelingen 9. Lees, hij komt op bekering in Damascus. Dan gaat hij weg, komt hij weer terug. Dan is hij 3 jaar in Damascus. Nou, hou je vinger hierbij, ga heel gauw. Ja, ik heb nog even. Handelingen 9 vers... in vers 20. Lees in Damascus. En hij predikte terstond Christus in de synagoge, dat hij de Zoon van God is. Die overtuigde dat Jezus is de Messias. Hij ging gelijk al naar de synagoge. Ja? Ja, naar de ongelovige Joden, ja? Om hun te overtuigen. En zij ontzetten zich allen naar enzovoort. En dan zie je in vers 22 ook weer overtuigde de Joden die Damascus zijn. En in vers 23 willen de Joden ook hem doden. In vers 26 en verder zie je, is in Jeruzalem. En dan zie je ook weer in vers 28 en 29 dat hij spreekt tegen de Joden. En de Griekse Joden willen hem doden, zijn ongelovigen. En dan moet hij weg, maar het zijn wel Joden. En dan lees je daarna Handelingen 10 Cornelius. En Jacobus zegt, als we teruggaan naar Handelingen 15, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. En dat was vanaf dat moment de verandering en Paulus zijn bekering, of dat er nou net was, tijdens of net of daarna, dat mag iedereen voor zichzelf uitmaken. Maar dat heeft God heel bewust zo geregisseerd. En er staan een aantal interessante dingen in. Want er staat hoe God eerst de heidenen en dan bezocht, wordt bezocht. En dan om uit hen. Niet met het hele volk, uit hen. Een volk aan te nemen voor zijn naam. En dan zie je hiermee de stem overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is. Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel Davids die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is wederopbouwen. En ik zal dezelfde wederopbouwen. Nou, fijn. Dus je ziet hier het woordje bezocht. Dat vind ik wel interessant om even... Hij heeft eerst heidenen bezocht. Dus als je even kijkt, God, ja, hier zo. God. En hier was zelf bezig. Ja. Israël. Ja. Daar stond ook de tempel. Daar woonde die. Wat is het huis Gods? De tempel. Maar huis Gods is ook Israël. Het land Israël, het volk Israël, de tempel, Jeruzalem. Daar gaat hij ook straks wonen. Hè? De aarde is een unieke planeet. Men zoekt allemaal naar nog meer leven. Dat gaat niet gebeuren, want de aarde is uniek van alle planeten. Hier gaat hij wonen namelijk. Het commandocentrum van het hele universum. En dat is in Jeruzalem. Niet voor niks die ellende daar. Ja, dat stukje grond is wel van God hoor. Van Israël. Straks. Dus hij was altijd met het volk Israël bezig. Maar nu heeft hij deze even verlaten, Israël, en nu heidenen. Ja? Dus wat doen we dan? Je zou kunnen zeggen, nee, hij heeft ze even stopgezet en nu is hij ja, een heiden. Dus hij heeft Israël even verlaten. Maar op bezoek, jullie zijn hier ook, maar jullie wonen hier niet. Ja, Paula. Maar jullie gaan zo meteen allemaal weer naar huis. Dus dit is een bezoek. Dus je gaat weer weg. Dus zo meteen weten wij. Dus hier is dan even gestopt. Maar zo meteen weten wij. Als het ding de genade afgelopen is. Dan krijgen we weer Israël. En een bezoekje van God aan ons. Ja? Dat is dan weer over, van de streep erin zit, is het lichaam van Christus over, dat betekent de genade. En dan gaat hij weer terug waar hij hoorde te zijn. En dat zit Jacobus. Dat is uniek. Ja? Dat woordje bezocht is echt niet zomaar hoor. Dat is heel bewust gebruikt. Want de betekent de genade, ja, waarin wij nu leven hier ook, dat is een tijdelijk iets. Een tussenhaakje. Noem ik het dan maar. Het is een tijdelijk. En het duurt nou 2000 jaar.
Maar als wij zijn weggenomen, nou, dan gaat hij weer naar zijn volk toe. Nu zijn wij het volk. Ja. Nou, en dan nog één ding eventjes, heel gauw. In vers 16. Of in hier, kijk, en hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is. Kijk, in de profetie, redding van de heidenen is geen verborgenheid. Want Israël is door God geroepen. Waarom? Om de heidenen de redding te brengen, hoor. Dus zo is het gewoon. Dat was in profetie. En nu is het nog steeds zo. De heidenen, dus dat is geen verborgenheid. Dat is dat er geen onderscheid is. En het andere plan. Dat is de verborgenheid. Maar Jacobus denkt aan Amos. Die tekst heb ik nog even gaan met jullie lezen. Lees goed wat die staat. Er staat: na deze zal ik wederkeren. En dan wederopbouwen de tabernakel Davids. Die vervallen is. Dus hij gaat terugkeren. Dus hij bezoekt de heidenen, ja? Hier. En daarna gaat hij weer terug naar de vervallen hut Israël. En dan zie je de grote verdrukking. Maar dan zie je het koninkrijk. En dan is het hersteld. En dan gaat hij daar wonen. Want daar is ook waar God wil wonen. En dat is het herstel. Ja, de tabernakel Davids die vervallen is. En hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouw. En ik zal dezelfde weder oprichten. Ja? Nou, ga even mee naar Amos 9. Amos 9, even gauw. Ik wil niet de volgende keer over hebben. Amos 9, Daniel, Hosea, Joël, Amos 9. En dat bladzijde nog 998. Amos, hoeveel was dat hier? 9. Ja. Ja, dat is bladzijde 996. Nou, kijk, in 9 vers 11, dus bladzijde 997. Ik lees even vanaf vers 9. Want zie, ik geef bevel en ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden, gelijk als een zaad geschud wordt in een zeef, en niet één steentje zal ter aarde vallen. Dat is een grote verdrukking, ja? De zuivering. Alle zondaars mijns volks, alle zondaars van mijn volk Israël, zullen door het zwaard sterven, die daar zeggen, het zwaard zal tot ons niet genaken, nog ons voorkomen. En dan, te die dagen zal ik de vervallen hut van David wederop richten, en ik zal haar reten vertuinen, en wat haar is afgebroken, het zal eenmaal puin zijn, in de grote druk aan het eind. Dat is allemaal afgebroken. Kijk, dat gaat hij wederop richten. En zal ze bouwen als in de dagen van ouds, zodat zij erfelijk bezitten enzovoort enzovoort. Wat is nou anders in deze tekst? Jacobus, onthoud, hier staat, Amos zegt, te dien dagen zal ik, wanneer is, als de Bijbel spreekt over te dien dagen, wat spreekt het dan over? Altijd over de tijd, te dien dagen, aan het eind, in de grote verdrukking. Te die dagen gaat God dus het vervallen hut van David weten oprichten. Ja, en dan komt het koninkrijk. En Jacobus terug in Handelingen, wat zegt hij daar? Hij zegt niet te die dagen, onder leiding van de Heilige Geest. Hij zegt nu, 15, wat zegt hij? Vers 16, Handelingen 15 en 16. Na deze zal ik wederkeren. Te die dagen, dat wijst op de toekomst met de grote verdrukking aan het eind. En dat Christus zal komen en dan gaat alles weer oplichten en Israël het koninkrijk brengen. Jacobus die haalt deze tekst aan. Hij zegt alleen, na deze zal ik wederkeren. Wat bedoelt hij daarmee? Na deze zal ik wederkeren. Dan heb ik mijn krijtje kwijt. Dat bezoek aan de heidenen, dat was afwijking van profetieën. Hij ging van Israël, heeft hij de heidenen bezocht. Als dat bezoek geweest is. Kijk, jullie ook, jullie zijn nu hier, hè? Een bezoek. Straks, waar gaan jullie heen? Naar huis. Terug naar huis. Jullie gaan terugkeren naar huis. Dat zegt Jacobus, die snapt nu door Petrus ook. Dit is een bezoek, tijdelijk. De bedenkende genade is niet in overeenstemming met profetie. Het is wel redding van de heidenen. Maar na dat bezoek zal ik wederkeren. Na dat bezoek aan de heidenen, wat verborgen was. Nou, de tweede keer, en dan gaat die tekst uit Amos gaan dan pas in vervoeren. Nou, dat is geweldig dat ze dat zien. En dan zie je in 15, vers 28, dan gaan ze die brief. Kijk, ze zagen het toch?
Ze zagen het, dat zien wij hier gebeuren. Dus ik heb uitgebreid stilgestaan bij het feit, toen zij het zagen, dat aan Paulus het evangelie van de voornaamheid was toebetrouwd. Ze zagen het, ze waren overtuigd in het verstand. Ze kregen verlichting en ziet, ze gaan ook gelijk handelen. Want ze erkennen hem. En in vers 28, want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. En dan zie je dat ze de brief gaan schrijven. En dat ze pal achter Paulus gaan staan. Nou, dat is verlichting door de Heilige Geest en ze zagen het. Dus terug naar Galaten 2. Ja. We zien het staan, zij zagen het, dat het evangelie de voorraad toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat aan de besnijdenis. Want die Petrus krachtelijk vroeg tot het apostelschap de besnijdenis, die vroeg ook krachtelijk in mij onder haar. En hier zie je dus het verslag van Paulus, ja, voor het lichaam van Christus. Handelingen, of Galaten 7, 7 en 8. Nou, en dan gaan we ik ga nu stoppen. En dan gaan we volgende keer verder. Maar het is duidelijk, ja, dat je ziet die namen zo staan. In vers 8 ook, vers 9, dan zie je Jacobus, Kefas. Johannes zie je trouwens helemaal niet. Maar die was er ook bij. Die staat in handeling niet beschreven. Maar die was er wel bij. Maar Jacobus was het hoofd van de gemeente daar. Plaats in de gemeente. En Petrus was het hoofd van de apostelen. Vandaar dat die twee, en ook deze derde Johannes natuurlijk ook genoemd wordt, die schrijft namelijk Openbaring en het evangelie van Johannes en 1, 2, 3 Johannes. Ja? Maar allemaal gaan ze pal achter Paulus staan. Nou, wie zijn dan wij? Paar Peter zegt, wie was ik toch die God kon weren om hun te dopen? Wie zijn wij dat wij God kunnen weren door te zeggen, nee, die Paulus, ja, daar zit, geef je eigen invulling aan. De verbazing wordt alleen maar groter. Hoe dieper je dit bestudeert, je denkt, hoe is het mogelijk dat het lichaam van Christus hier totaal van afgeweken is. Dus ja, het is maar hoe je dingen benadert, hoe je ernaar kijkt. Hè. Je kan natuurlijk zeggen, nou, dan zitten wij dan maar een klein dit en dat. En dan denk ik, wel, niet alleen het woord de waarheid, maar wij weten ook hoe Gods plan is, hoe die werkt en hoe wij daardoor gesterkt, verlicht en bekrachtigd worden. We zijn zeer bevoorrecht dat wij dit mogen weten. Want God maakt ons deel. Het was zijn welbehagen om ons verlichting te geven en dat wij de verborgenheid van zijn wil zouden kennen. Het zijn welbehagen. Hij heeft er een behaag aan. Ik zou zeggen, hij heeft er zoveel plezier aan dat wij zijn wil kennen en er ook voor willen staan. Dat is wel van nadenken, dat vind ik bijzonder. Er staat ook ergens in de Bijbel bijvoorbeeld een vrouw die stil is, dat is kostelijk in de ogen van God. Die uitdrukking vind ik zo mooi. Dat je mag weten dat je kostelijk in de ogen van God bent. En dat God een welbehagen heeft in het hele lichaam van Christus. Maar juist degene die hem ook willen volgen. Het is bijzonder. Hè? Schepper van de hemel en de aarde. Dat is iets om heel erg dankbaar voor te zijn. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken, vader, dat we dit mogen zien. En het geeft ons ook zoveel blijdschap, vader. Ook een hele grote verbazing, vader. Omdat het staat er allemaal zo duidelijk, vader. En we lezen misschien vaker, misschien ook wel makkelijk overheen, omdat we het allemaal wel weten. Ja? Maar toch, als we het in nader bestuderen, vader, dan zien we ook dat ook de grote mannen, de pilaren uit de besnijdenis, vader, dat die zich volledig hebben geconformeerd aan wat u, ook al begrepen ze die, maar later toch zijn gaan zien en zich volledig achter apostel Paulus hebben geschaard. Vader, dank u wel daarvoor, vader, dat we dit mogen zien en het begrijpen. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen.